Mensenlevens kunnen gered worden door het gebruik van een reddingsvest, maar niet een ieder weet hoe er met een reddingsvest moet worden omgegaan. Kolonel Jerry Slijngaard hierover. Wat wij hebben gedaan is, omdat de rampenorganisatie in Suriname is opgezet op grond van de bestuursorganisatie in Suriname, hebben wij dus ervoor gekozen om alle 18 districtscommissarissen met een team te trainen om in hun district zich voor te bereiden op als er een ramp plaatsvindt, wat moeten ze doen, hoe moeten ze optreden. Wat is de correlatie met NCCR? En uiteraard zullen al deze 18 districtscommissarissen met hun team een rampenplan moeten schrijven voor hun, of bestuursresort of district. En die training wordt dus nu gegeven aan de diverse districten, de districtsbestuursresorten, etc. De focus van de training is dus dat wij een organisatie, gedecentraliseerde organisatie opzetten, dat op het niveau van de districtscommissariaten er een organisatie ontstaat die in tijden van calamiteiten of rampen weten hoe ze moeten optreden en hoe ze moeten organiseren, dat de ramp goed wordt aangepakt en vanaf het begin goed wordt opgetreden, zodat dus de negatieve gevolgen van de ramp in elk geval zoveel verminderen. En het is dus, dat is de reden waarom we dus deze trainingen houden. Maar ook om een stukje awareness te brengen bij de diverse mensen. Vaak heeft men het gevoel dat er niets gaat gebeuren in hun resort. En dat, omdat NCCR er is, dat zal alles al, alles is dan in orde, want dat is wat je vaak hoort. Maar uiteraard, NCCR is maar één organisatie en Suriname heeft in totaal geloof ik 64 resorten. Dus je zult begrijpen dat al deze resorten een plan moeten hebben om hoe gaan we met onze mensen omgaan, wat gaan we doen om de gevolgen, de negatieve gevolgen van welke calamiteit dan ook, op een correcte wijze te kunnen kanaliseren en te kunnen opvangen. We hebben mensen die zijn aangewezen door de DC om die training te volgen. En dat zijn dus de hands-on mensen. Dat zijn de mensen die dus in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de diverse communities. Dus de, zijn van de diverse communities. En een tweede sessie, dat is de sessie die ik hou, is voor de DC met een rampencomité. En we hopen dus dat de districtscommissaris een rampencomité de personen aanwijst, zodat wij een rampencomité kunnen installeren. En dit rampencomité die zal ervoor zorgen dat het rampenplan van het bestuursresort of van het district wordt gemaakt. Wij van NCCR hebben niet zulke goede ervaringen met de eerdere districten die we hebben gehad met betrekking tot het schrijven van het rampenplan. Dus wat wij proberen te doen is, we hebben nu 2 mensen specifiek in dienst genomen. Deze mensen worden ook betaald uit het project, dus door de UNDP. En wat wij dus daarnaast hebben is dat deze 2 mensen dan het rampenplan gaan schrijven. Dus de ervaring en de kennis, et cetera, dat wordt dan door de districten zelf ingebracht. En de 2 schrijvers van de plannen. Die zullen ervoor zorgen dat aan het eind van ons traject er een rampenplannen zijn geschreven voor alle districten. En die vormen dan gezamenlijk het Nationaal Rampenplan. In sommige van de districten, in een heleboel van de districten, komt wateroverlast of overstromingen als een van de grootste hazards naar voren. En de mensen worden dus getraind om wat moeten we doen als er plotseling een watersnood is. Dan moeten we identificeren waar gaan we onze mensen onderbrengen als de mensen uit hun huizen moeten gaan. Hoe gaat de beveiliging plaatsvinden van de goederen die we daar zo hebben, etcetera. Dus dit alles komt dan in een plan. Maar ook alle andere hazards vanaf brand tot chemische, als er chemische spills zouden mogen plaatsvinden. Staatsolie is nu bezig met een nearshore operatie. En we hebben 6 districten die aan zee grenzen. Dus als er een oil spill
plaatsvindt, welke districten kunnen getroffen worden en hoe gaan wij ons voorbereiden daarop. Er is een heel scala aan gevaren die er mogelijk zijn, die geïdentificeerd zijn door de diverse districtscommissariaten en hun staf. En waar wij als organisatie ons voorbereiden op wat zijn de first response, dus wat doen wij als eerste. En dat is een first response is van de districtscommissariaten zelf. En daarna, als de ramp groter is dan de mensen zelf kunnen handelen, dan gaat NCCR bij opschaling erbij komen. Een bestendig gebruik van ons is geweest dat wij de districtscommissariaten, of laat maar zeggen de districtscommissarissen, vaak genoeg zo een medicijnbox hebben overhandigd. Zo een EHBO-trommel. Waarbij wij weten dat dit een van de zaken is die in principe in elk commissariaat thuis horen. Toch? En for that matter in elke bureau of in elk, elke fabrieksgebouw, et cetera. Sommige fabrieken hebben het wel, of sommige bureaus hebben het wel, maar andere niet. Wij wilden dus wel de aanzet geven dat in elk geval in de districtscommissariaten dit wel aanwezig was. Dus die overhandiging hebben we dus gedaan. We hebben stretchers overhandigd. Dat is om mensen die getroffen zijn geworden door wat voor ongeluk dan ook te kunnen transporteren. Dus dan beschikt men dus daarover. En we hebben wat we noemen zwemgordels, reddingsgordels hebben we overhandigd. Reddingsgordels, omdat het belangrijk is voor ons dat vooral de plaatsen waar er vooral mensen met boten zich via de boot of via kreken, rivieren moeten verplaatsen om hun bestemming te bereiken. En vooral de focus gericht op schoolkinderen die dus met de schoolboot van hun dorpje naar de school moeten gaan en terug. Dat we een stukje meer veiligheid brengen voor deze mensen. En die reddingsgordels die zijn boven de zwemvesten. Vinden wij dat die reddingsgordels in de boten aanwezig moeten zijn. Omdat je aan één reddingsgordel kunnen er 4-5 mensen hangen die dan gered kunnen worden. We zijn hier uitgenodigd door NCCR om geïnformeerd te worden over de plannen die de organisatie heeft als het gaat om rampenbeheersing voor heel Suriname. En ons resort was dus vandaag aan de beurt om geïnformeerd te worden van de manier van aanpak vanuit NCCR. En zeker ook de betrokkenheid van de districtscommissarissen en de resorten aan dat hele rampbeheersingsplan. Mensen wonen overal, ook in mijn resort. Want vaak genoeg, wanneer het gaat om rampen, dan denken we aan de gebieden als Paramaribo, Wanica en zo. Maar in onze gebieden zijn er ook mensen, daar zijn er ook huizen, daar zijn er ook bomen, daar zijn er rivieren. U begrijpt het dus. Het risico dat zich daar een ramp voordoet, is ook in het gebied van ons. Dus ja, het is meer als belangrijk dat wij betrokken worden in het geheel. Boven Suriname heeft in 2006 dat van die wateroverstroming, die grote overstroming, daar heeft boven Suriname mee te kampen gehad. Ja, en voor dit moment denk ik dat dat de grootste ramp is die ons is overkomen.